gisteren te klein, vandaag goed en morgen te groot. Dat is de essentie van spinazietelen. Vandaag ben ik in Lutjebroek en hier teelt de familie Broerse de spinazie uit jouw HelloFreshbox. Niels, vertel eens, hoe lang zit jij al in de spinazie? Nou, de historie van ons bedrijf komt uit 1570. Sinds die tijd is onze familie al agrarisch ondernemer. En sinds eind jaren 90 telen wij spinazie. En dat doe ik samen met mijn vader, mijn oom, mijn broer en mijn neef. Ja, we hebben samen een echt familiebedrijf. We proberen een zo gezond en natuurlijk mogelijk product te telen. Daarbij gebruiken we zo min mogelijk gewasbescherming. Dit doen we aan de hand van een onafhankelijk certificaat On the Way to Planet Proof, waar al onze producten aan voldoen. En hoe lang duurt dat nou, dat proces van zaadje tot oogsten? Ja, vroeger werd er wel gezegd van een spinazieteler die slaapt op het land. De spinazie groeit van zaadje tot vol bladgewas in 30 dagen. Het is dus een echte sprinter. Niels, wat een mooie rechte lijnen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Die maken we met GPS, dus de machines die worden aangestuurd door de satellieten. En daardoor hebben we een minimaal bodembelasting, dat de volgende teelten daar ook baat bij hebben. Wat is het geheim van jullie spinazie? Nou, dat begint al bij de klei. We hebben hier de West-Friese klei, die is vol aan mineralen en een stevige grond om op te telen. Nadat het geoogst is, gaat het bij ons naar de koeling, waar het 12 tot 18 uur in de koeling staat. Daarna wordt het gesorteerd, gezeefd, gewassen en weer zorgvuldig gedroogd, zodat de spinazie na de oogst binnen 1 à 2 dagen in de HelloFreshbox zit. Niels, krijg jij ook altijd van die stroeve tanden als je spinazie eet? Nou, ik heb er zelf geen last van, maar mocht je er nou wel last van hebben, dan kun je er of kookroom of melkproducten in doen en dan heb je er minder last van. Dus daar komt de spinazie à la crème vandaan? Het zou zomaar zo kunnen zijn. Dat ga ik vanavond meteen proberen. Maar dan wel met onze spinazie. Ja, dat is goed.